De Brachiosaurus, de een... Wow! Hallo bewoners van de Game Dorp, mijn naam is Koen en welkom terug in Minecraft itself. Oh my god, daar zijn we weer. Maar deze keer hebben we geen command, maar wel een mod. Het heet de Jurassic Park mod. Linkje staat in de beschrijving, fucking vet. En wat je dus kan doen met deze mod, je kan het gewoon in Minecraft 1.7.10. Kan je dus Jurassic Park namaken? Misschien ken je de film wel. Ik hoop natuurlijk wel dat het is part van je opvoeding natuurlijk. Ja, dus dan kan je dus dinosaurussen maken. Funky vet. Maar dat kan je dus doen. Je kan dus dinosaurussen maken. Ik heb hier dus al twee Velociraptors, zoals ze heten. Kijk, die hebben allemaal al schaapjes doodgemaakt. Wat als ik hier even een sheep pak? Een spawn hiervoor. Volgens mij gaat hij dan meteen pakken. Als het goed. Ja! Zag je dat? Funky vet. Funky vet. Kijk, hij helpt hem gewoon. Kijk hoe die eruit ziet. Wacht, kan ik ook iets van... Wow! Hij jumpte gewoon. Wat een gek. Pakt hij die dan ook? Ja! What the fuck? Hij is een gek. Kan ik ook een T-Rex spannen? Even kijken. T-Rex... Triceraptor. Die heb ik dan wel. Volgens mij is dat zo'n groot beest. Jezus! Tering, man. Wat een gigantisch beest. Maar zoals je misschien weet in Epic Mod... hebben Bram een hele in-game op gang... Oh, ze gaan vechten! Ze gaan vechten, jongen! Oh mijn god, hij heeft hem vermoord! Hij heeft hem vermoord! Kijk dan! Hij vermoordt hem gewoon! Waarom? Dit is toch helemaal geen vlees eten, die groot... Hij heeft hem gewoon de grote vermoord! Ik ga gewoon even laten zien wat je allemaal kan doen in deze mod. Ik heb geen idee, eerlijk gezegd. Even kijken, ik zag hier een paar dingen in mijn inventory. Je kan dus botten opgraven en die botten kan je dus in een machine doen. En als het goed is, gaat die machine dan DNA, ja, een soort van DNA-onderzoek doen. En als het goed is, kan je dan DNA krijgen voor DNA-combineren. Ja, precies. En dan gaat hij dus DNA combineren van bestaande mobs, zeg maar. Volgens mij iets van een soort, hoe noem je dat? Ja, hij gaat dus DNA combineren met bijvoorbeeld schapen-DNA en van de botten die je hebt gevonden. Die kan je dan hierin doen en geen idee hoe het werkt. Dat moet je zelf maar even uitzoeken. Maar waar het meer om gaat zijn de eieren. Die staan allemaal hier. Oh nee, dit is niet deze. Hier heb je allemaal skeletten, allemaal DNA en shit. Ik ga gewoon deze allemaal even pakken. Ik ga ze allemaal even pakken. Oké, ik heb er dus een paar. Ik wil kijken welke dit allemaal zijn. Dit is de Ankylosaurus. Wow. Oh, dit is een grote met zijn sloopkogel. Oh, die is zo vet. De Brachiosaurus, de een... Wow! Deze is zo groot. En het klinkt heel fout, maar hij is zo groot. Ken die lange nek, jongen. Wat hebben we met die Velociraptor? Die gaat, ja, die gaat al die shit natuurlijk. Al die pixen aanvallen hier, die varkentjes. Ik ga er gewoon een paar spannen en dat is goed. Oh, een baby. Kijk! Oh, zijn hele familie. Wat schattig. Wat heb je ermee? Een stegosaurus met die grote stekels. Oh. Triceraptors. Oh, er zijn ook van die grote met die horens. Fucking vet. De T-Rex. Oh my god. Dat is degene die ik wilde hebben. Oh my god. Ik laat ook even familie laten zien. Ja. Oh, hij lekt ook. Oh, allemaal kleine T-Rex. Wow. Wow. Hij pakt ook gewoon die schaal. Jezus man, wat agressief. Oké, we hebben er weer die Gallimimus. Die zijn van die kleintjes. Nou, kleintjes, dat stelt wel mee. Oh mijn god, kijk dit. Ik kan gewoon heel Jurassic Park, maar ze gaan elkaar allemaal aanvallen, joh. Wow. Doe eens normaal, man. Doe eens normaal. Oh, rustig. Oh, yo. Ja, kom op, T-Rex. Je bent de grootste. Je bent de kingdom van... wat de belangrijkste. De Hypsilon. What the fuck? Die ken ik niet. Wat schattig. En de Herosaurus. Die ken ik ook niet. Oh. Oh, dat is schattig. Kijk hoe klein die... Oh, hij kan ook groter zijn. Oké, ik heb hier dus nog meer dino's. Wow, wat lek. Oké, wat hebben we hier? De Dilophosaurus. Dat is, ja, hier. Ik dacht, waar spalt hij nou? Dit zijn van die dinosaurussen die, zeg maar, gif naar hun prooi spuiten. En dan zo'n verlamming treedt er dan op en dan gaan ze, dan gaan ze gewoon dood. Nou, volgens mij puur verlamming. En het is gewoon puur gif. Volgens mij gaat hij wel gewoon naar dood. Wat hebben we hier? We hebben de Parasaurolophus ding. What the fuck? Oh, dat is zo'n ding. Een soort ezel lijkt het wel. En wat hebben we nog meer? De Coronatus. Wel een grappig ding. Zo, even dag. Poh. Wat hebben we nog meer? De Tylosaurus. Die ken ik... Oh, dat is voor een waterding. Die moet ik hier natuurlijk inspannen. Inspannen bedoel ik. Huh? Waarom komt hij niet? Hier. Ja, kijk.
Ga naar het water. Ga naar het water. Ik zal je helpen, mijn jongen. Ga naar het water. Wat is dit? Oh! Het zijn gewoon net een kangoeroe of zo. Een mammoet? Een mammoet? We hebben gewoon een mammoet. Ik wist niet dat die in de tijd van de dinosaurus al mammoeten waren. En Titanus. Wat is die Titanus? Dat is gewoon een vogel zonder vacht. What the fuck? Titanus? Wat een lelijk ding. En tenslotte hebben we de Koelerkatan. Dat is een koele. En dat is voor mij ook een vis. Dus die moet ik in het water doen. Ja! Ah, kijk wat schattig. Maar wat kan je nog meer met deze bot? Volgens mij kan je nou niet echt heel veel. Je kan dus gewoon die dino's opgraven, zeg maar. Die botten kan je in een DNA-ding stoppen. En die gaat dan de DNA van de dino maken, om het zo maar te zeggen. En dan kan je dus een dino-ei krijgen. DNA-extractor. Ja, dit kan je dus gebruiken. Dan moet je maar even kijken hoe dat werkt. Ik heb geen idee. Dus hier stop je iets in. Hier komt eruit. Stop het in die dino-extractor. En dan krijg je op een gegeven moment gewoon DNA van de dino die je wil hebben. En zoals je misschien ziet, dat ik net al laten zien, heb je zoveel soorten DNA dingen. En dit zijn alle verschillende soorten dino's die je hebt. Ik vind het T-Rex vind ik alsnog zo vet. Ja, ik wil een grote. Ik wil geen kleine. Ik wil een grote. Hier. Wat? Ja, een grote. Toh. Wat een mega ding, joh. Dus eigenlijk de volgende logische stap is dan dat je eigenlijk gewoon een heel groot Jurassic Park na gaat maken. Met, gaat hij maar eten? Je gaat toch niet deze kip door je kip eten? Ja, pak hem! Hier, pak hem dan, kutbeest! Jongen, man, dat is zo moeilijk. Pak dat ding! Maar dit was dus de Jurassic Park. Wat vind je dan een leuke video? Smash je even op het blauwe duimpje. Abonneer op een GameNorp en zeg bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer.